Voor het eerst dit jaar ging donderdag het buitenbad van het Ingenieur Otterbad weer open voor publiek. 65 enthousiastelingen trotseerden de kou om baantjes te gaan trekken. Ben je helemaal gek geworden? Ja, het viel eigenlijk nog mee. Ik dacht dat het kouder was. In het begin het eerste baantje, dat echt je huid helemaal begint te tintelen en even kortademig. En daarna werd het al wel weer wat beter. Ja, ik heb een wetsuit aangetrokken, dus toen was het goed te doen. Het was heerlijk. De opening van het buitenbad is dit jaar natuurlijk coronaproof opgezet. Dus je moet van tevoren een tijdslot reserveren. En dan kun je je melden bij de kassa en dan kun je hier naar het zwembad komen. We verzoeken iedereen om wel alvast de badkleding aan te hebben, want ja, we hebben geen omkleedmogelijkheden, helaas. We hebben wel wat kamerschermen, zodat je discreet kan omkleden. Maar ja, daar houdt het bij op. Nee, ja, ik kom al ook met mijn zwembroek onder mijn kleren, want dat was daarvoor eigenlijk ook al. Ja, en als je het nou hier moet doen of een kleedhokje bij de tongen heeft, dat maakt ook nog eigenlijk niet uit, hè. Hij lag 3 kwartier in het water zonder wetsuit. Maar een vrouwelijke zwemster moest na een paar minuten het bad uit wegens onderkoeling. Er is net wel iemand gehad die het wel heel koud heeft gehad, inderdaad. Dus krijg je toch een beetje verkramping in de spieren. Je voelt het gewoon in je lijf. En er is tijd om het bad uit te stappen en lekker aan te kleden en de warmte op te zoeken. De vrouw was snel weer opgewarmd en van de schrik bekomen. En hij komt volgende week gewoon weer. Ja, wel fijn dat het weer kon. Maar dadelijk al een handdoek eromheen.